Hey, mijn naam is Tom Geuks en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En in deze video wil ik heel graag jullie wat duidelijker gaan maken. Wie is Tom nou? En wat voor video's ga ik uploaden? En dat soort dingen. En om te beginnen, ja, wie ben ik nou? Mijn naam is Tommy Geuks en ik woon in Venlo. Ik ben 24 jaar oud. Zou je niet denken waarschijnlijk, want heel veel mensen die zeggen tegen mij van 24, wat? Eerder 18. Misschien een geluk bij het ongeluk. Ik ben dus 24 jaar oud. Ik woon in Venlo. Ik woon nu sinds twee jaar ongeveer, wel iets langer dan 2 jaar, woon ik eigenlijk op mezelf in een appartement in Venlo. Ja, dat was wel nodig eigenlijk. Van hiervoor woon ik kort bij een vriend van mij. En dat was meer een beetje nood, want daarvoor heb ik eigenlijk 10 jaar lang in een pleeggezin gewoond. Nou, dan gaan we een beetje naar de geschiedenis van mij. Op 4-jarige leeftijd zijn mijn ouders gescheiden en toen ben ik ook uit huis gehaald door jeugdzorg. En ja, zij gaan erover, stel er is een ruzie of er is iets gaande bij 2 ouders en hun kinderen. Dan komt jeugdzorg kijken en die zorgen dan dat die kinderen een goed plekje krijgen. In ieder geval, dat is de bedoeling. Ik heb dus eigenlijk het langste gedeelte heb ik in 1 pleeggezin gewoond. En daarvoor heb ik in een soort van groepen gewoond. En ook in nog een ander pleeggezin. En ook nog op kamers. Voor mijn opleiding heb ik toen nog in Heerlen gewoond. Totaal ergens anders. Mijn opleiding was in Roermond en ik woonde in Heerlen. Like, sure, nice man. Maar dat was gewoon puur omdat ik niet in de laatste pleeggezin wou wonen. Pff, ja, mijn hobby's. Pff, wat vind ik leuk? Ik vind het heel erg leuk om te gamen. Dat is echt wel iets wat ik leuk vind. Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld te metaaldetecten. Dat is een beetje een hype die opkwam toen de hype eigenlijk op YouTube opkwam. Ik heb een metaaldetector gekocht. Eigenlijk doe ik er vrij weinig mee, omdat je zoveel spullen moet meenemen als je gaat metaaldetecten. Dus ik wou dat ik een auto had. Ik ging regelmatig even lekker metaaldetecten. Kregen jullie ook nog wel een leuke video ervan. Wat vind ik verder leuk? Ik hou echt enorm veel van series, Netflix en zo. Vind ik zo chill. Ik hou van horrorfilms. Tweede Wereldoorlogfilms vind ik super vet. En leuk om naar te kijken. En qua games, ja, Minecraft Kingdom is gewoon iets wat ik altijd leuk blijf vinden. En dan heb je gewoon games waar ik op dat moment zin in heb. Dus dan een keer Age of Empires. Dat is een oud spel van toen ik jonger was, speelde ik dat al. Ja, heel verschillend. League of Legends speel ik nu ook weer. Verder, ik heb geen vriendin. De laatste vriendin die ik had, die kennen de mensen die al wat langer kijken naar mij. Kennen die wel, dat was Lisa. Die zit ook nog in een aantal video's. Daar zit Lisa in en wij zijn uit elkaar. We hebben al een tijdje geen relatie meer, een aantal maanden. Lisa heeft ook al een nieuwe vriend. En ik ben forever alone. Like always, ik ben wel lekker single. Nou ja, lekker single is niet dat ik er super blij mee ben. Het liefst wil ik ook gewoon een lief vriendinnetje waar je gewoon samen mee leven kan delen. En leuke dingen mee kan doen, maar dat is toch lastiger als je denkt. En ja. Wat ook toch wel lastig blijft is, ik woon dan nu 2 jaar op mezelf. En ik moest eigenlijk ook al heel vroeg volwassen worden. In een pleeggezin moest ik al heel vroeg volwassen zijn eigenlijk. Niet dat ze zeiden van, wat volwassen, maar gewoon de dingen die van me gevraagd werden. En de dingen die ik zeg maar wel en niet kreeg. En zo, en hoe met me om werd gegaan. Daardoor heb ik wel snel volwassen moeten zijn. En dat is ook de reden waardoor ik nu nog heel veel dingen doe die ik vroeger altijd wou doen. Ik heb nu een game PC heb ik gekocht en dat is iets wat ik altijd al wou. Ik heb nu een PS4, ik heb nu een Xbox staan waar ik eigenlijk geen reden mee doe. Maar dat is gewoon altijd iets wat ik al wou. En ook gewoon nu, af en toe, ik heb ook een vlogcamera en YouTube en zo. Dat is iets wat ik altijd al wou. Ik speel nu League of Legends. Want omdat ik op de middelbare school, toen speelde iedereen League of Legends. Alleen toen had ik geen laptop, want ik kreeg geen geld in een pleeggezin. Ik kreeg helemaal niks en zo. Dus ja, ik ben een beetje alles in aan het halen ook. En op zich vind ik het zelf niet erg. Ik ben 24 jaar en ik speel Minecraft. Weet je, daar kun je heel domme kinderachtig over doen. Maar ja, that's me. Ik vind het gewoon tof. Ik vind het leuk. Dus dan ga ik het ook doen. Ja, heb ik zusjes, broers, vader, moeder. Nou ja, hoe het zit. Eigenlijk heel mijn leven lang heb ik mijn ouders amper gezien. En ik ken ze eigenlijk ook niet. Nu nog steeds niet. Mijn vader die is overleden op 16 november 2016 op mijn verjaardag. Dat is heel jammer, maar weet je, het leven gaat door. Uiteindelijk moet je ermee leren leven. Je kan wel voor altijd stil blijven staan bij dat punt. Maar ik heb het, denk ik, wel een plek kunnen geven. Ieder jaar op mijn verjaardag voelt het nog wel heel naar. Een beetje herbeleving van, je beleeft het toch weer. En het is toch je vader. Ondanks dat hij in je leven nooit echt heel erg aanwezig is geweest. En mijn moeder, ik heb er wel eens contact mee via Facebook dan. Ik heb niet echt de behoefte, zeg maar. Ik mis het niet, want ik zie haar niet. Ik heb nooit een band met mijn ouders opgebouwd zoals de meeste kinderen die dat doen, die heel hun leven thuis wonen. Dus daarom mis ik ze ook niet echt. En ik heb ook een oudere zus die 1,5 jaar ouder is. We hebben bijna altijd eigenlijk apart van elkaar gewoond. En toen we eindelijk in de pleeggezin samen wonen, ja, toen weet ik niet. Ik denk dat het al te laat was om echt een hechte band te creëren. Want op dit moment
naar mijn mening zijn we niet hecht of zo. We delen niet alles. En we praten niet vaker in een week. Dus het is heel jammer. Maar ja, ook een keer een voorbeeldje. Toen mijn zus die woonde in Amsterdam. En ik had toen een vriendin, Chiara uit Den Bosch. En ijskoortrein rijdt langs met zo'n sirene of wat het is. Maar ik had dus een vriendinnetje uit Den Bosch. Chiara heette ze. En toen gingen wij gewoon op stap in Amsterdam. En toen was het van, hey, mijn zus zit Nicky. Hey Nicky, ik ben in Amsterdam samen met Chiara. We gaan zo naar een museum. Heb je misschien tijd om langs te komen? En toen was zij gekomen. En toen heeft zij nog meer gepraat met mijn toenmalige vriendin dan met mij. Dus ik weet gewoon heel vaak ook niet wat ik moet zeggen, wat ik moet doen. En ik ben ook heel socially awkward en zo. En ik ben altijd heel erg op mezelf geweest. Ik heb ook echt maar één goede vriend. En ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ik heb wel meerdere mensen waar ik op kan bouwen. Maar één goede vriend waar ik vaker mee afspreek. Waar ik gewoon mezelf kan zijn en zo. En ja, we hebben allebei zeg maar niet veel vrienden. Volgens mij ben ik zijn enigste vriend en is hij mijn enigste echte vriend. Waar ik ook al bijna 10 jaar al mee omga afspreek. We gaan naar festivals, we gaan naar game events. Ik ben ook nog een keer in Keulen met hem geweest. We gaan alles doen samen. Ik ben op vakantie geweest met die ouders. Samen met hem. Dus we doen echt vet veel. Dus dat zie ik wel echt als mijn beste vriend. En dat is ook wel iets wat ik heel erg waardeer. Hoewel ik soms, ja, ik weet niet, soms kan ik heel afwezig zijn. En dan voelt het ook echt, ik heb niemand. Er is niemand om me heen. Maar dat is meer, ik woon alleen. En je ziet niet zomaar dagelijks iemand. Er is niet één straat verder woont die beste vriend en dan zie ik hem. Dat is niet. Dus daarom is het soms makkelijk voor mij om me zo alleen te voelen en aan het gevoel te krijgen alsof ik niemand heb op de wereld. Wat wel zo is, alleen soms is dat moeilijk te zien. Ik werk. Momenteel werk ik voor een hoveniersbedrijf. Dat wil zeggen, ik doe tuinonderhoud. Ik leg tuinen aan. En ja, het is niet mijn droom, mijn dreamjob. Het is niet mijn droombaan. Dat zeker niet. Maar het is gewoon, ik heb 4 jaar voor Defensie eigenlijk gewerkt. Dat is al snel fout gegaan na het overlijden van mijn vader. En nog veel meer wat al op de werkvloer is gebeurd. Waar ik het niet over wil gaan hebben nu. En uiteindelijk zat ik thuis. En ik zat al een langere tijd thuis. En het was van, ik moet echt weer iets gaan doen. En toen ben ik nagedenken. Ja, oké. Het liefste zou ik gewoon van YouTube mijn werk maken. Maar dat is iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 gaat doen. Of je moet een hele leuke broer hebben die al populair is in YouTube of zo, of iemand anders, een vriend in YouTube die tegen jou zegt, hey, ik carry je wel even, kom maar mee in mijn video's, gaan we samen video's maken en dan heb je zo de 100.000 volgers en zo, de subs. Maar dat is niet bij iedereen zo. Sommige mensen, ja, en daarom vind ik het jammer. Het liefste zou ik er mijn werk van willen maken, maar het gaat niet zo zomaar zo makkelijk en zo. Dus daarom ben ik nagedenken, oké, wat is makkelijk, wat kan ik sowieso. En dat was werk in de tuin. En dat kan ik prima. Dat heb ik altijd moeten doen. Op heel veel plekken waar ik terecht kwam. Dus ja, het is niet mijn droombaan. Maar ik vind het niet erg om het iedere dag te doen. Ja, voor nu in ieder geval. En ik heb ook echt geen idee wat ik in de toekomst, hoe ik mezelf zie. Totaal nul. 0,0. Echt, als ik, ik heb wel een droombeeld. Ik wil heel graag gewoon een superlief vriendinnetje leren kennen. En het liefste gewoon dat zij gewoon een goede baan heeft. En niet omdat ik gewoon uit ben op geld. Maar gewoon, ik heb zeg maar een kutstart gehad in het leven. En het verloop van mijn leven is ook niet heel erg makkelijk geweest. En daardoor heb ik nooit echt de tijd gehad om gewoon rustig een opleiding te doen en zo. En nu op dit moment is het ook een beetje te laat, ook qua geld en zo. Normaal heb je meestal wel ouders of zo die meebetalen aan je leven. En bij mij is dat nooit zo geweest, zeg maar. Dus ik moet alles uit eigen, ja, ik moet alles zelf opbouwen. En ik ben heus niet de enigste hoor, maar ja, weet niet. Het is zoiets waar ik mijn ouders voor blame. En ja, ik weet niet. Dat is mijn ding. Moet ik zelf weten ook. Maar ik heb niet echt een toekomstbeeld. Het liefste wil ik wel heel graag gewoon een vriendinnetje tegenkomen. En wil ik daar een heel leuk gezinnetje mee. En gewoon een meisje die dezelfde dingen deelt. Dezelfde, ja, dingen leuk vindt en zo. Dat zou ik super tof vinden. Dat is iets wat ik heel graag zou willen. Ja, en weet niet, gewoon een beetje een happy family. Dat zou ik wel tof vinden. En gewoon kunnen doen wat ik leuk vind, zoals YouTube bijvoorbeeld. Ja, echt mijn dreamjob zou toch wel YouTube zijn. Niet voor het geld, niet voor de bekendheid, maar gewoon, ik vind het bewerken van video's super vet. En natuurlijk, ja, gamen. Wie wil er niet zijn werk van maken?
In ieder geval, ik wel. En het lijkt me gewoon super vet om gewoon heel veel van de wereld te kunnen zien. En dat als baan hebben, zeg maar. Dat lijkt me super tof en super vet. Dus ja, je mag me altijd helpen als je daarbij kan helpen. Als je iemand kent of denkt van... Yo, ik stuur deze video in naar deze YouTuber, want misschien wilt hij jou wel helpen, Tom. Verder, mijn YouTube-kanaal. Tom, what the fuck ben je aan het doen? Ga je Engels praten? Ga je Nederlands praten? Welke games ga je nou doen? Je bent fucking 10 games tegelijk aan het uploaden, Tom. Kies iets. Allereerst, ik denk dat ik gewoon Nederlands moet gaan doen. Ik denk dat het leukste is. Ik denk dat mijn humor het beste daarin in voren komt. Mijn Engels is kut. En ook soms mijn Nederlands is gewoon kut. En dat komt gewoon, weet niet. Ik heb best wel veel struggles. En daarom heb ik best wel, weet niet, dat ik ongemakkelijk ben. Waardoor ik een beetje de woorden kwijt ben. Dus ik denk dat het al prima is als ik alleen al met gewoon Nederlands begin. En ik kan af en toe wel eens... Tuurlijk, als er een Engelse gast onder de video reageert. Of in de stream reageert. Dan ga ik gewoon Engels praten, hoor. Daar niet van. Maar... Ik weet niet, Ik denk dat mijn content, wat ik wil geven en wil laten zien aan jullie... Ik denk dat het beter eruit komt als ik gewoon Nederlands praat. Dat denk ik oprecht. Dus ik denk dat het beter is als ik gewoon Nederlands ga praten en gewoon lekker doe, wil... en laat, ja, wat ik wil. En ja, qua games... Sowieso Minecraft. Ik wil Minecraft wel erin houden, zolang ik het leuk vind. En dat is gewoon Minecraft Survival. Bijvoorbeeld een Minecraft minigames. Gewoon dat je op een Hypixel server gaat. Of gewoon een Minecraft Kingdom. Vind ik altijd enorm vet om te doen. Misschien wel een bouwtutorial in Minecraft. Van alles en nog wat kan je daarmee verzinnen. Maar gewoon Minecraft. En voor de rest ben ik een beetje aan het denken. Misschien wel een spelletje zoals een Fortnite. Of die Brawl Stars lijkt me wel leuk. Maar ik denk dat het verstandig is om niet 10 games tegelijk te gaan uploaden en dan iedere keer een aflevering. Want uiteindelijk heb je ook pas de volgende aflevering na weet ik veel, 1 na 2 weken. En dat is denk ik ook niet leuk. Ik denk dat je als kijker wel toch een beetje regelmatige video wilt kunnen bekijken, zodat je ook blijft kijken. Dat denk ik. Ik weet het niet, maar dat denk ik. Dus ja, that's me. En verder, je kan me natuurlijk volgen op Instagram, zelfde naam als mijn YouTube naam, Tommy Geuks. Je kan me volgen op Snapchat, TomGeuks95. Dat is dan, als je niet weet hoe je Geuks schrijft, dan moet je gewoon kijken naar mijn kanaalnaam. Dan zie je ook Geuks staan. En dan 95, TomGeuks95. Verder heb ik ook Twitter, Facebook en zo. Moet je maar kijken of je me daar wilt toevoegen of niet. Ik heb ook TikTok en zo. Want ja, mijn ex die zei toen van, Tom, je moet TikTok video's maken. En ik weet het niet. Ik denk dat ik ook een dingetje wat wel is... Ik dacht van, oh chill, ik ga gewoon streamen, ik ga iedere dag streamen, hoef ik niet te editen, helemaal niks. Nu denk ik toch, het is misschien verstandiger om gewoon video's te maken. En echt heel graag, heel diep van binnen wil ik gewoon 2 video's per dag knallen. Maar dat gaat soms niet omdat ik gewoon heel uitgeput ben, omdat ik gewoon heel vroeg op moet staan voor mijn werk. En ik altijd heel laat ga slapen, omdat ik gewoon niet... Ja, ik vind het gewoon kut. Ik wil niet opstaan, werken, slapen, opstaan, werken, slapen. Ik wil ook gewoon na mijn werk lekker mijn eigen ding kunnen doen. Zoals een spelletje of een videootje opnemen of een serietje. Dus ja, daarom slaap ik meestal heel laat. Waardoor ik best wel moe ben. Niet per se door het werk, maar meer gewoon dat ik gewoon laat slaap. Ik moet gewoon video's maken en bewerken. Dat moet ik gewoon gaan doen. Ik moet niet zo lui zijn. En misschien 1 keer in de week een stream of zo. Of een keer een stream in het weekend. Of een keer op een woensdag. Of... ergens gewoon een keer, misschien 1 keer een stream in een week. En de rest dat ik gewoon zoveel mogelijk video's maak als haalbaar is. Maar ik weet niet. Ik ga denk ik nog geen regelmatig uploadschema doen. Maar ik ga wel een beetje wisselen van games. Dan krijg je vandaag Minecraft, morgen Fortnite. Daarna Brawl Stars. Daarna dit, daarna dat. Dus wel dat je een beetje regelmaat krijgt. En niet constant Minecraft. Of jullie moeten dat willen, dan moet je dat zeggen. Dus ja, dat is dat. Jullie zien trouwens ook even mijn woonkamer, zo in mijn appartement. Nice man. En dat is denk ik wel een beetje wat ik wil vertellen aan jullie. En zoals ik al volgens mij al had gezegd. Heb je een vraag? Vertel hem. Wil je ergens een video over? Dan kijk ik daarna. Laat een comment onder de video achter. Onder deze video. En dan zet er een onderwerp neer. En dan ga ik er ook meer over... ga ik er meer dieper op in over dat onderwerp en ga ik jullie wat meer vertellen over bijvoorbeeld het pleeggezin. Of bijvoorbeeld waarom het dan mijn ouders uit elkaar gingen of zo. Ik wil daar niet extreem veel over vertellen omdat het gewoon privé is. En mijn zus die leeft ook gewoon nog. Mijn moeder leeft ook gewoon nog. En ik denk niet dat zij het leuk vinden als ik alles ga vertellen wat er privé is gebeurd. Dus daarom kan ik wel kleine dingetjes vertellen. En over pleeggezin, dat boeit me eigenlijk vrij weinig wat er is gebeurd. Dat is gewoon niet normaal. En ik ben nog steeds heel erg kwaad op die mensen. Maar ja, that's me. Dus ja, dat wou ik heel graag aan jullie mededelen en heel graag vertellen. En
Vergeet even niet een comment onder de video achter te laten. Vergeet de video niet te liken, guys. Kom op. Even die like, dat kan toch wel. En vergeet ook niet te abonneren. Klik even op dat abonneerknopje. Klik even op de bel, tringelingeling. En dan krijg je gewoon een melding binnen van... Hey, Tom heeft zojuist een nieuwe video geüpload. Wauw, dat wil je toch zien? Dat wil je toch niet missen? Dus abonneer lekker op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Zou ik super tof vinden, enorm waarderen. En ja, ik hoop dat ik hier jullie wat meer duidelijkheid voor heb gegeven. En dan zie ik jullie guys weer terug bij een volgende video op mijn YouTube kanaal. Dus bedankt voor het kijken en tot snel bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ciao, ciao!